Olivier Pilon, Frank van den Burg, man of the match. Helemaal mee eens, hè? Ja hoor, die heeft fantastisch gespeeld. Ja, die komt steeds beter uit de verf op die rechtsbackpositie. Ja, klopt. Ik denk dat hij bijna al zijn duels heeft gewonnen op de rechtsbackpositie. Dus topprestatie van hem. Hey Olly, het tactisch plaatje klopt helemaal. Hè? En dat is helemaal op jouw lijf geschreven, deze tactiek. Hè? Ja, nee, zeker weten. Afgelopen donderdag erop getraind. 4-4-2. Met middenvelders die allemaal een heerlijke steekbal kunnen geven. En ik en Benjamin dan voorop. En we lieten Quick Boys duidelijk wat komen. En daar hebben we denk ik de eerste helft heel erg mooi van geprofiteerd. De tweede helft had het ook nog iets meer gemogen. Maar dat het tactische plan klopte, dat is wel een ding dat zeker was, denk ik. Ja, ik heb het gevoel dat door de aanwezigheid van Moro het combinatiespel op het middenveld ook weer steeds beter floreert, zeg maar. Ja, zeker. Ja. Die kan je aan de buitenkant aanspelen. Maar ik vind het ook heerlijk om op 10 te komen. En vanuit daar in één keer steekbal te kunnen geven vanuit de draai. Dus dat is gewoon een heerlijke voetballer om mee samen te spelen. Ja. Beschrijf je tweede doelpunt, dus heerlijk. Ja, ik kreeg hem op rechts. Ik weet even niet meer precies van wie. Van Oktay of van Frank? Durf niet meer precies te zeggen. En ik zag Benjamin voorlangs kruisen. En ik denk, ik doe alsof ik schiet en ik sleep hem mee naar binnen. En op het moment dat de beweging is, dan kunnen dit soort dingen ontstaan. En ik denk dat ik hem goed vrij maak en dan binnen schiet. Nou, dat is heerlijk. Je ziet zodra de beweging is, energie er is, dat we dan gevaarlijk zijn. De tweede helft schort het denk ik nog een beetje aan die energie, waardoor de precisie minder was. Maar dat is een lekker gevoel. Ja. Heel langzaam maar zeker ga je in de richting van die 75 miljoen die DVS kan vragen, langzaam maar zeker voor jou, hè? 75 miljoen van... 21 doelpunten, hallo. 75 miljoen toch, minimaal. Van PSG dit keer dan? Wie weet, we gaan het zien. Nee. Ja, okay. Hey, gefeliciteerd, 21 doelpunten, topscorer. Yes, ja, top, dankjewel.